Hoi mam, ik heb een nieuwtje. Ik speel in goede tijden, slechte tijden. Hé? Het is een hele moeilijke oefening. Hé? Volgende week is de Dropje Uurloonweek. Marlieke en ik gaan geld ophalen met jou voor meiden in Tanzania. En wij gaan dus beginnen. We gaan een baantje doen die in deze pot zit, toch? Ja, zal ik eerst? Ja, graag. Ja, ik vind het reeds spannend. Geef morgen een uur lang les in de sportschool. Jij sport nooit. Nee, ik sport nooit. Dat wilde ik net zeggen. Ja. Ja. Ik ben benieuwd, nu ik. Wilke, jij figureert morgen in goede tijden, slechte tijden, goede tijden, slechte tijden met je beamtrui aan. GTST, ja, mijn moeder vermoord me. Hoezo? Ja, die vindt dat heel naar. Ik mocht dat vroeger nooit kijken. Marlieke Branson. Wilke Stuy. Heel veel succes. Succes. Tot ziens. Ja, ik zit dus even hier workout video's te kijken van Doutze Kroes, want wie is er nou mooi? Doutze Kroes. Zij weet wel hoe ze moet sporten, maar ze, ik kan dit niet hoor. Moet dit lager? Oh, ik heb nu al pijn. Zie je me trillen? Nou, ik ben in de sportschool aangekomen en naast mij staat Joanne. En zij is normaal hier trainster, of hoe moet ik je noemen? Sportjuf? Instructeur, denk ik. Instructrice. Dat is een mooie naam. Instructrice. En denk je dat dat zomaar kan, dat ik jouw les van vandaag overneem? Als jij een beetje fit bent, goede energie hebt, ja, mensen wat complimentjes kan uitdelen, een goede sfeer kan zetten, denk ik dat het helemaal goed komt. Ik zie ze hier op de achtergrond bezig en oh man, ik knijp hem een beetje. Hé, hey, en wat schuift dat nou, zo'n les? Het is wel echt bijbaan salaris, ongeveer 20 euro. Oké, zo, nou, God sta mij bij. Oké, jongens, kom maar, we gaan beginnen. Hey, ik wil direct een beetje die pits in, hè. Je moet ze kort houden, dat is belangrijk. Nou, leuk dat jullie er zijn. Het lijkt me goed dat we eerst even voor de warming-up een rondje gaan rennen. Kies uit welke kant je op wil. Nee, is handig als we allemaal dezelfde kant op willen. Gaan we met de klok mee. Even 4-5 rondjes. En go, kom op hè jongens. Beetje pit. Ja, ik sta hier ook niet voor jouw hulp. Hey, en ik doe dit dus zodat we geld kunnen ophalen voor meisjes in Tanzania. Dus ik wil dat we dat even het waard laten zijn. Nou, dat was hem wel hè. Jullie mogen allemaal je plekje zoeken. Oké, waar we mee gaan beginnen is, ik weet de naam niet, maar armen sluit, spreid, benen sluit, spreid. Snap je? Let's go! We doen het een stuk of 20 keer. Super, en we gaan door naar burpees. Oké, spring en dan moet je op de grond. Ja. Heel goed, doen we ook 20 keer. Er wordt vooral veel gegiegeld. Kom op, meiden. Beetje tempo. Het is dus 8 uur 's ochtends en ik ga een uur werken bij GTST, maar ik wist niet dat zij zo vroeg al gingen filmen. Goede tijden, slechte tijden. Ik mocht vroeger dus niet kijken. Het enige moment dat ik het zag was als het soort van voor het programma was dat ik wel wilde kijken en dat ik dan alleen het allerlaatste stukje zag. En dat was dan altijd de cliffhanger. Dus eigenlijk het enige wat ik weet van GTST is dan dat één iemand zo een emotie toont zo. En dat dan het beeld daar zo heel langzaam op inzoomt met een soort onheilspellend muziekje. Ja, ik ben dus benieuwd, waar ik ook een beetje bang voor ben, is dat ik dus die hoofdrolspelers niet herken. En dat ze dan binnenkomen en dan verwachten dat iedereen zo doet. En dat ik dan denk van, oh hé, hey, de conciërge is er ook, maar dat het dan de hoofdrolspeler is. Ik ben in het gebouw en niemand heeft nog gezegd dat ik mijn camera weg moet doen, volgens mij. Hele grote rode bank, veel opties om naast niemand te zitten, maar ik ben wel benieuwd wie er dus gaat figureren in GTST. Dus ik ga even naar mensen toe lopen, die zitten daar. En ik ben ook een beetje bang als ik dat nu zo aankom lopen, dat ze denken, oh nee, een vlogger. Dus ik doe hem heel even uit en dan maak ik vrienden en dan zet ik hem aan. We blijven even laag. We gaan planken. Op je onderarmen, ellebogen, op je tenen en billen laag. Niet te laag, niet te hoog, als een plank. Oké, en dit doen we, ja, wat zullen we zeggen, een kwartiertje? Nou, nu ik deze hier toch heb, pakken jullie ook even allemaal een bal. Ik weet nog wel iets leuks. Oké.
En deze zijn niet bedoeld om mee te skippieballen, dames. Dus voorzichtig, hè? Ik leg hem maar even allemaal op de grond. En dan gaan we er overheen planken, denk ik. Ik zal het eerst even voordoen, want het is een hele moeilijke oefening. Zoiets. Hè? Wacht even, hoe? Nou, je zag hoe goed ik het deed. Het is heel goed voor je balans. We doen het 10 keer. Of 10 seconden. Ja. Succes! Ik heb vrienden gemaakt. Eerste vriend zit hier. Kan je mij uitleggen, want ik ben best wel zenuwachtig. Wat moet ik doen? Moet ik zitten? Moet ik koffie drinken? Moet ik praten? Nou, het ligt eraan natuurlijk wat hij wil, wat de regisseur natuurlijk zegt. Ja. Ja, het is wel een beetje acteren eigenlijk. Je mag dus niet hardop praten, dus je moet ook mimen. Dus stel, wij zijn koffie aan de drinken samen, dan moeten wij... Ja, zitten wij. En waarom doe jij? Want ik doe dus voor het goede doel. Ja, nou, ik doe het gewoon wat ik leuk vind. Ja. Maar je krijgt ook... Hoeveel krijg je? Nou, je krijgt echt niet zo heel belachelijk veel. Oh. Nee. Het gaat niet met honderden euro's de deur uit. Nee, dat niet. Ik was er op zich wel bij, toch? Gewoon helpen. Ik moet even omkleden, helaas. Blauw staat beter bij vandaag of zo. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik ben al een uur aan het wachten, dus ik ga even mijn cliffhanger gezicht nog een keer oefenen. Daar gaan we. Ik mag eindelijk. Ik moet snel gaan. Ik neem mijn jas mee. Oké. Ik laat jullie zo weten hoe het is gegaan. Nou, lekker bezig dames. We gaan ook nu even de cooling down doen. Wat we gaan doen is, zet je voeten op heupbreedte. En we gaan even inademen en uitademen terwijl we de armen omhoog doen en opzij gaan als een arend. Adem in. Hou vast. En adem in en stijg op als een arend. En adem uit. Ja, nog 1 keer. Adem in. En adem uit. Hey, dank jullie wel dames. Ik vond het best spannend, moet ik zeggen. Maar jullie hebben me doorheen gesleept. Dank je wel, ik ben helemaal buiten adem. Ik doe dit niet zo snel weer. Maar het was top. Dank jullie wel. Nou Joanne, ik moet zeggen, ik heb diep respect voor jouw werk, want ik vond het best wel ongemakkelijk. Ze kijken de hele tijd naar je. Je moet echt goed op orde hebben wat je wil gaan doen de hele tijd. Pet je af, ik doe dit niet nog een keer, denk ik. Ik laat het aan jou over. Maar ben ik geslaagd? Dat is natuurlijk de vraag. Ik vind dat je het hartstikke leuk deed. Heel spontaan en het is ook echt zo dat een les valt of staat met een enthousiaste docent. En dat ging, vond ik, echt hartstikke goed. Dus okay. Malika... Well done. En nou, je krijgt mijn riante eerste. Nou, dankjewel. 20 euro, die is voor Tanzania. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het nu met Wilke gaat. Ik kom sowieso in GTSD, want ik moest dus een soort van voorlangs lopen. Ik moest dus op het moment dat er een bepaalde zin die ik niet mag uitspreken werd gezet, moest ik zo... voor de camera langslopen, dus ik ben sowieso te zien. Ik heb heel goed gelet op mijn figuur terwijl ik liep. Dus ik denk dat het helemaal goed komt. Het is zover, we krijgen ons geld. Helemaal trots op het goede doel. Hi. Yes, dankjewel. 25 euro voor het goede doel. Yes! 6157. Oké, okay, goed onthouden, dames en heren thuis. Aflevering 6157, daar ga je mij zien. Ik ga even mijn moeder bellen. Even vertellen dat ik in goede tijden slechte tijden speel. En ik ben heel benieuwd hoe ze gaat reageren. Hoi mam, met Wilke. Hoi. Hoi, ik heb een nieuwtje. Oh, wat is? Ik speel in goede tijden slechte tijden. Hé? Ik speel in goede tijden slechte tijden. Ja, ik sta het wel. Ik ben al even baas. Toch, hè? Wat vind je daarvan? Ja, hoe kom je daar opeens bij? Ja, dat leek me leuk. Maar ik mocht dus vroeger niet echt kijken voor jou, toch? Nee, dat klopt. Want het is eigenlijk alles wat God verboden heeft, komt er niet voor. Zeg maar. Alles wat God verboden heeft. Ja, dat is wel waar. Ja. Nou, doei mam. Ik hou nog steeds van je. Jij ook van mij? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Je moet het wel even uitleggen. Ja, nee, is goed. Oké, doei. Hey, are you back? What? Hey, ik heb 20 verdiend. Nice. Hoe ben jij gegaan? 25. Lekker. Het altijd een winnaar zijn? Nee, ja, grapje, daar gaat het niet om. 25. Dus samen 45? 45 euro. Hey, jij kan ook nog helpen. Deze dropje Uurloonweek is ook voor jou. Jij kan geld verdienen met je bijbaantje of net als wij gewoon een uurtje iets gaan doen wat je nooit eerder hebt gedaan. Is leuk. Drop je uurloon via link in beschrijving en help de meiden in Tanzania, want die hebben het keihard nodig. En vergeet natuurlijk deze video ook niet even te liken en te abonneren. En laat vooral in de comments achter hoe jij je uurloon gaat droppen. Dan gaan wij dit naar Tanzania brengen, denk ik. Heel vet. Heel vet.